Goedemiddag, morgen, avond. Wat het ook mag zijn voor jullie. Leuk dat jullie kijken naar Mr. Team Park Fans. En ja, jullie zien het misschien al. Ik ben vandaag terug in Plopsaland voor de verandering. Voor de verandering kom ik nog een keertje naar Plopsaland. Alsof dat niks anders te doen heb vandaag. Dat is eigenlijk ook wel zo. Uitgenomen nog wat vlogs maken. Maar ik dacht zoiets vandaag. Lekker warm weer, lekker ontspanning. Laat ons gewoon nog een keertje naar Plopsaland gaan. Gisteravond ben ik hier gekomen. Voor een uurtje en half ongeveer heb ik een kleine video van gemaakt. Het was een beetje laat om te vertrekken. We gingen eigenlijk vroeger komen gisterenavond. Maar ja, er was wat tussen gekomen. Dus dan hadden we zoiets van oké, we gaan nog heel vlug gaan. Maar goed, vandaag ben ik hier terug in Plopsaland. Zoals ik al zei, een beetje ontspanning. En morgen ga ik naar de Efteling. Dus als jullie een video willen zien van de Efteling, abonneer dan zeker op dit YouTube-kanaal. Laat gerust de reactie na. En hou zeker mijn YouTube-kanaal in de gaten. Want morgen ga ik naar de Efteling. Dus dat wil zeggen dat er een Efteling-video online komt. Ik ga vandaag een beetje verkoeling zoeken. En ik hoop dat het aan de waterattracties niet te druk is. En ik zou zeggen, let's go. Misschien doe ik zelf een ritje op Anubis. Maar ik ga een keer kijken voor de Supersplash, want dat is toch een attractie dat ik niet heel veel doe. En heel misschien staat er zelfs geen lange wachtrij. Dus, ik wil zeggen, enjoy. There you go. Een mega leuke rit op de Supersplash. Ja, het bleef natuurlijk de Supersplash en SC Super. Persoonlijk vind ik van niet, het is niet mijn favoriete attractie, maar vandaag vond ik die wel een keertje leuk om erin te gaan. Vooral, het is een waterattractie, dus daarom is het altijd wel een keer fijn om erin te gaan. Alright, we gaan nu naar Anubis en ik ga mezelf filmen op Anubis. En ik zou zeggen, enjoy it!
Anubis, daar zie je hem achter mij. Dat was echt wel de master van Anubis. Maar nog een keer een attractie doen. Dan een keer naar de Kieland. En ik hoop altijd leuk om door te gaan. Alright. Dames en heren, Klopsland de pannen. Iedereen weet het wel. Ligt in de pannen eigenlijk. Om correct te zijn in Oudinkerke. En Oudinkerke ligt een beetje van de zee. Maar eigenlijk ook niet zo heel ver van de zee, want als je de tram neemt en je neemt een halt of 3-4 verder, dan heb je de zee. En het is nu op dit moment, ja, zoals jullie misschien wel kunnen zien, 28 graden. Dat is nog redelijk te doen van warmte. Gisteren was het eigenlijk warmer. En ja, we gaan een keertje naar Wikiland. Altijd leuk, Wikiland. En daar heb je ook nog een waterattractie staan. Voor de mensen die interesse hebben, ik heb ooit een keer een video gemaakt van wat zijn de beste waterattracties hier eigenlijk in Plopsland te pannen. Er is één verschil, het is een beetje een oudere video. En het is nog altijd met de boomstammenkust van vroeger, want de Dino Splash is nog maar sinds vorig jaar geopend. Al wanneer ik wacht op de volgende boot, mijn rugje moet natuurlijk ook een beetje nat zijn. Dus ik ga mijn rugzak aan de kant zetten. Ik ga zorgen dat mijn rug een beetje nat is nu. Dat is nog het leuke van zo warm weer. Ze gaan nu toch gewoon nat maken. Dus een beetje geduld hebben en dan komt alles echt in orde. Misschien gaan ze wel naar de andere kant gaan. Ja, ja, komt eraan. Heerlijk gewoon. 3, 2, 1. Hier is er ook nog zo'n schiet meneer aan de hang. Oké, dat is ook een vorm van afkoeling hier in Plopsland de pannen. Alright, zal ik er even een keertje op gaan? De drie is wel redelijk lang mee. Ik kan een beetje wachten. Dat overheid filmen, dat is leuk. En dames en heren, je zou denken vandaag het is lekker rustig, maar niet voor de waterattracties.
Maar je mag meedoen, hè, schat? Ja, mensen, dat noem ik nu een keertje afkoeling zonder wachten. En het is echt mega, mega leuk. Ik ben een beetje nat. Ah ja, het is wel hier, mag dat ook wel een keertje. Maar de beste waterattractie is nog altijd de dansende fonteintjes. En waarom is dat zo? Je loopt er gewoon door wanneer je wil, dan ben je nat. Ik ga nog een attractie doen. Yes, mensen, nu gaan we helemaal onnozel doen. Nu gaat je op de rocksflyer gaan. Hier heb je hem, die rocksflyer. Zo, heerlijk toch? En ik ga er gewoon een keer een ritje op maken. There you go. Ja, dames en heren, welkom hier op de rocksflyer. Het is zo'n attractie dat ik eigenlijk niet zo veel doe in een jaar. Maar heel af en toe mag dat wel een keertje. En vandaag is het lekker warm. En ik denk dat we hoog de lucht in zijn, dat we een lekker fris windje hebben, dat we zo ook een beetje hebben. Here we go! Daar gaan we! Yay! Geniet van deze attractie! Thank you.
mensen. Eigenlijk is dat een beetje een attractie voor de Waaghalzen. Als je er niet op durft, zou ik zeggen, ga er zeker niet op. Want door het feit dat je zo vliegt door de lucht en maar zo vast zit met van die kleine touwtjes, is die wel heel stevig, dat wel. Maar veel mensen denken zo van dat is niet stevig. Integendeel, het is wel heel stevig. Maar als je er niet op durft, zou er gewoon niet op gaan. Tenzij dat je grens wilt overleggen. Daarom, de Rocksflyer is een stoere attractie. Fijn. Dus wil je erop zeker doen. En ja, vergeet het niet dat ik er levend uitkom, dan zal een ander er ook zeker levend uitkomen. Hallo. Oh ja, dames en heren. Here we go! Yep. Ben er klaar voor. Jeffrey is in de spotlight, hè? Een van de mooiste of de mooiste? Hallo. Jan, dat zou weken. Dat is niet normaal. Hoi. Hij zou kunnen, ja? Proficiat. Het is wel serieus aan het opvoelen, nee? Ja. Het is even een paar ongeveer, hè? Nou ja, dat kan. Here we go! Ik heb dat ook een keer gedaan, dat heb ik hier in de lift. Ooit een keer, ja. Waarom blijf je dat hier niet worden? Want dat is mega gladdig.
Ja, dat is klaar zijn. Let it go. Mijn zijn hem nat gemaakt. Hoe komt dat? Weet je niet hoe dat? Kijk dat, hè? Ze zijn like allemaal zo nat, hè? Ja, daarvoor ga je ook wel even slecht van nat te worden, hè? Weet je, maar zo weer. Maar echt iedereen is zo nat, hè? Jeffy man, en dat je de volgers kunt doen. Ja, je zit er toch weer bijgekomen, hè? Ah, zijn. Wauw, allee. Jongen, we gaan aan de serie. Oh, ik zwaai niet terug. Ja, maar dat zou je mee doen. Tuurlijk, man. Ik zwaai er altijd, hè? Ja. Het is helemaal saai vandaag. Ja, het is veel te warm. Zo warm is het dan niet meer? Het is 28 graden, of wat? Ja, maar ja, dus, en het is nog een vriendje, maar goed. Alright, dames en heren, welkom op de K3 Rollerskater. Yay! En met Luc? Ja! Yay! Ik ook! Oh! Oh! Ja. Oh, niet meer? Nee, niet meer. Zullen we nog een rondje krijgen? Misschien. Hmm. Ja. Als we het maar ingesteld zijn op eentje. Ja, dat kan. Dat zijn het aantal bezoekers. Eentje, maar weet ik. Ja, ja. Maar ja, je weet dat niet, hè? Ja, eentje. Ja, sowieso. Komt al vol. Ja. Anders zou er hier een veel langere wachtrij staan, hè? Misschien nog wel, ja. Hmm. Kunnen we nog een andere attractie doen? Ja, dat gaan we doen. Dat is toch helemaal leuk, dat. Ja, ja. Jammer van die rollen, kijk dat dan maar over. Ja. Althans, een zetter, hè. Uh-oh. Kippa hoi piratjes! Here we go! Ja, dat water stinkt. Ja, hè? Jekke. Dat ben je dus. Nou, gaan we nog een keer. Wat de? Super! It's a dark side. Misschien zit hier wel een uil of zo. En wat? Een uil. Ja, ja, dat kan, hè. Ja, alles kan. Alles in een kant van. Oei, we gaan zinken. Ja. We gaan diep in de zee, hè. Ter land, de zee en in de lucht. Nee, ter land, de zee en in de zee. In de zee, ja. Ja, ja. Ja, nu gaan we in de zee, hè. Ja, Jody, ja, ja, ready for in it. De zee, hè. All right. Ja, we zijn altijd ready. Ready, Freddy. Hey! 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 Oh,
De mail komt er al in post, hè. Niet normaal. Maar goed, dit was onze lesje attractie voor vandaag. Ja, jammer maar helaas. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden en de verste de volgende keer maar weer. Vergeet niet te abonneren en de duimpjes omhoog. Ja, en een reactie na te laten op deze video. Dank. Zullen we nog zijn? Ja. Dat is niet erg, hè? Nee, dat is waar. Alright.